De belanghebbende autoriteiten moeten alerter reageren op weersvoorspellingen. Dat zei meteoroloog Dwight Samuels donderdag op het ministerie van Openbare Werken tijdens een persconferentie over de huidige situatie met extreme neerslag en wateroverlast. Volgens de weersdeskundigen is vooral op zondag 23 april bijzonder veel neerslag gemeten. Wat hebben we gehad? In feite, dit is eigenlijk al een beetje gezegd in de media de afgelopen week maandag. De intertropische convergentiezone. Dit is over het algemeen de bepalende factor voor onze seizoenen. De ligging daarvan gaat dus bepalen hoeveel neerslag we kunnen verwachten. We hebben dus gezien dat eigenlijk in de tweede week van april hij al bewoog naar ons gebied toe. Dat was dus al dat. So wat we dan ook hebben gehad is dat we enkele atmosferische systemen voor het gemak storingen hebben gehad. Eigenlijk vrijdag, tegen donderdag, vrijdag was er eentje actief. We weten dat we dan ook zware buien hebben gehad. Vrijdag, zaterdag en op zondag was hij een veel grotere systeem, we noemen het een mesoscale system. En hij heeft dus gezorgd voor de vele neerslag die we hebben gehad in de avond van zondag naar maandag. Afgelopen zondag hing veel onweer boven Suriname, zegt de weerdeskundige. Vermeldenswaard is dat niet alleen Paramaribo en omstreken, maar ook in het achterland meer neerslag verwacht mag worden. De oorzaak ligt in het verschijnsel El Niño. Dus dat is wat we dus die zondagavond hebben gehad met als resultaat vele neerslag en de wateroverlast die we dus maandag hebben gemerkt. Dit zijn enkele neerslagcijfers. Je ziet wat er op 24 is gemeten is wat we hebben gehad van zaterdag van 23, 9 uur s morgens naar 24, 9 uur s morgens. Op Zorg en Hoop zien we daar 131 mm. We weten, ik weet niet of het een standaard is, maar we weten dat we bij 50 mm al rekening mogen houden met wateroverlast. We zien in Allianz ook dat we ook 100 mm hebben gemeten. En zo, als we doorgaan naar het zuiden toe, zien we Sanderij 63. Saramaka heeft ook meer dan 60 mm. Die andere dag, dus de 26, dat was dus die 25 naar 26, waar we ook zware buien hebben gehad, ziet u dat Zorg en Hoop heeft gemeten, 91 mm. In de districten Kommewijnen en Saramaka is 14 mm aan neerslag gemeten. Door de zware regens van de afgelopen dagen zijn enkele plekken in het achterland blank komen te staan. Diverse beelden op social media over de gevolgen van de watersnood in Suriname spreken boekdelen.